Welkom kijkers bij een nieuwe uitzending van Lokale Omroep Stijn. We hebben voor u weer hartstikke leuke onderwerpen geselecteerd. En voor beginnen, zo wie ze dat hier lachend zeggen in de studio, de Formule 1 van Wermund. We hebben namelijk beelden gemaakt bij de zeepkistenrace. Veel kijkplezier! Der Start! 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher. Jägermeister, ja. Alleen als hij ace coat is. Dramatik in der Box. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher 20 Sekunden Form. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5,5 Sekunden. Und Schumacher ist wieder im Rennen.
Ons volgende onderwerp dat gaat over veiligheid. Ken je van basisscholen uit Eelse, groep 7 en 8, die gingen naar een verkeersquiz die gegeven wordt op de Groenewald. Het wordt echt spannend, want de politieagent die kwam op motor binnenrijden. Jongens en meisjes, verkeersquiz. Is team blauw aanwezig? Ja! Team geel? Ja! Team rood? Ja! We willen eventjes een aantal dingetjes met jullie afspreken. Op de allereerste plaats willen wij geen boegeroep. Zometeen zal er een mystery guest naar binnen komen. En daar mogen jullie vragen aan gaan stellen. Via ons, via Janneke en via mij. Die mystery guest die mag alleen maar ja zeggen of nee zeggen. Dan is het de bedoeling dat jullie erachter komen wie die mystery guest is. En wat mij betreft mag die naar binnen komen. Oké, de mystery guest. Welkom. En ook welkom aan onze eigen motoragent, Frans van Hoek. Mystery guest, bent u een vrouw? Dit is het antwoord, dus ik denk het niet. Bent u bekend voor iedereen? Hij knikt ja. Hij twijfelt er een beetje over, dus ik weet het niet zeker. Bekend van tv? Nee is het antwoord. Niet bekend van tv. Heeft u op basisschool Sint-Jozef gewerkt? Nou, hij knikt ja en zegt meteen, nou gewerkt. Bent u boven de 20 jaar? Hij twijfelt. Uiteindelijk zegt hij toch ja. Hij knikt ja. Mystery guest, bent u meester Bos? Ja, super! Ja, we zullen hem even helpen om te kijken of hij het echt is. Een groot applaus voor onze mystery guest! Super! Welkom mystery guest, fijn dat u bij ons bent. Leuk, ze hadden het toch nog snel geraden, hè? Ja, viel me mee, ja. Viel heel erg mee. Ja. In het begin al had iemand al een hele goede vraag. En toen dacht ik van, die weet het al. Ja, onze eerste jurylid is dan Lia Bos, oud-directeur van basisschool Sint-Jozef. Dus ook in de jury komt de heer Ton Groeneweg. Een applausje voor Ton Groeneweg. Ik werk bij de provincie en vanuit de provincie hebben we het VEBO-project, een project voor scholen. En al jullie drie scholen hebben in het verleden het verkeerslabel gehaald. Dat weet ik, want bij de voordeur hangt zo'n bordje met Save the Zebra erop. Dat project, daar ben ik mee bezig, onder andere. Van daaruit ben ik gevraagd of ik in de jury wilde zitten. Als derde jurylid, dat is iemand die jullie allemaal ook kennen. Iemand die jaren voor Veilig Verkeer Nederland heeft gewerkt. En daar eigenlijk mee gestopt is, maar ons zo ontzettend gezellig vindt dat ze toch niet kon laten om te komen. En dat is Tini Klaassen. Een applausje voor Tini. Daarna hebben we nog ons vierde jurylid, dat is Frans van Honk. Die mag ook nu het podium opkomen. De stoerste van het stel, denk ik. En we hebben altijd iemand die goed oplet of jullie niet vals spelen en de punten in de gaten houdt. En dat is de verkeersouder van basisschool De Poolster. En dat is Perry. Die mag ook naar het podium komen. Deze vijf personen in de jury gaan opletten dat jullie het goed doen. En die willen nog één keer horen dat jullie heel goed kunnen juichen.
Ja, dat is beter, dat is beter. De spandoeken die zien er weer fantastisch uit. Je ziet dat jullie er weer heel veel werk aan besteed hebben. Dan wil ik nu de tagteams gaan voorstellen. Want bij onze verkeersquiz hoort een rode draad. En ik ga eens even uitleggen hoe dat werkt. Zometeen komen er hier 6 kinderen op het podium. Dat zijn 2 kinderen van de groep blauw, 2 kinderen van de groep geel en 2 kinderen van de groep rood. En die krijgen een opdracht om zo meteen fietsen te gaan maken. Dat is van de groep blauw, Jasper en Thomas. Die mogen even naar voren komen. Dat is van de groep geel. En groep geel, zo meteen, jullie kunnen dat nog harder natuurlijk. Dat is Levi en Jerno. Kom maar! Ja, super! En groep rood, jullie kunnen dat natuurlijk nog veel beter. Dat zijn Matti en Gaspar. Jullie gaan 2 gaatjes plakken in de banden. Jullie gaan het lichtje maken, het lampje en draadje staat erachter. Jullie gaan de remmen repareren. Gaat dat lukken, denk je? Nee. Nee? Oké. Jullie gaan een reflector plaatsen. Jullie gaan het stuurrecht zetten. En als allerlaatste gaan jullie de bel monteren. Voor mij mogen we beginnen. Nog heel even wachten, want we missen nog 1 iemand. Haasje Over gaat jullie helpen bij de antwoorden, maar ik zou wel nog even zelf goed nadenken, want of ze helemaal eerlijk is, dat weet ik niet. Want ik heb echt de allerbelangrijkste persoon voor de hele verkeersquiz, die al jaren trouw, ieder jaar voor jullie hier de boel komt presenteren. Met de nodige allure kan ik jullie zeggen, Frank Esser. Ik merk al, daar heeft nog nooit iemand een bekeuring van me gehad. Nou, ik begrijp dat ik het mag overnemen en dat we meteen gaan beginnen. Ik heb gehoord dat er 25 vragen zijn. Ik heb nog geen uitleg geworden voor de jokers. Misschien dat juffrouw Petra dat nog even kan doen. Want dan is dat voor de hele zaal ook duidelijk. En voor mij ook. Wanneer je nog 100% zeker weet dat je het antwoord goed hebt, kun je de joker inzetten. Dat betekent dat het puntenaantal verdubbeld wordt. Ik ben de wijkagent van Elslo, hè, al meer dan 10 jaar. En ja, jullie wonen meestal allemaal in Elslo, dus de meesten die zien mij regelmatig op de fiets of in de auto in de wijk rijden. Laten we maar gaan beginnen. Ik heb hier 2 helpers zitten, heb ik begrepen, die de computer besturen voor de beamer. En waardoor er iedere keer een vraag met 3 keuzemogelijkheden A, B of C op het bord komt. Nu is het de bedoeling dat die eerste 10 kinderen, die komen misschien al naar voren komen en zich hier voren opstellen. De eerste 10 kinderen van elke groep, dus die even naar voren komen. En die doen dus de eerste 5 vragen, zijn jullie aan de beurt. Nou komt dadelijk de eerste vraag en dan zijn er 3 mogelijkheden. Je kunt antwoord A kiezen, antwoord B kiezen of antwoord C. En dan kun je natuurlijk heel slim zijn met de hele groep, denken van nou we pakken allemaal 1 vak. Dan heb je ook kans dat je het met z'n allen fout hebt. En het gaat er natuurlijk om hoeveel punten je na 25 vragen gescoord zijn en die straks daar op het scorebord links te zien zijn. Wie dan na 25 vragen gewonnen heeft. Dus als je ze niet zeker weet, is het misschien verstandig om af te spreken dat je misschien wat moet verdelen. En het haasje Over en de verkeersvee, die proberen jullie daar een beetje bij te helpen, heb ik begrepen. Dus als je het niet weet, misschien dat haasje Over of de verkeersvee wel het goede antwoord weet. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze het ook niet zo goed weet. Dus dat moet je zelf dan even goed uitzoeken. Als het goed is, zijn jullie allemaal geslaagd voor het verkeersexamen? Ja, de groep mag natuurlijk een beetje helpen, hè? Zodra zij het zwaailicht in werking stelt, misschien kan ze het even laten zien, dan mag je niet meer van vak wisselen. Doe je dat toch, krijgt de hele groep geen punten. Ook wel daar rijden. A,
dat mag alleen voor fietsers en bromfietsers. Dus dat mag wel. B, dat mag alleen voor fietsers en snorfietsers. Dus dat mag niet. En C, dat mag alleen maar voor fietsers. En dan mogen geen snorfietsen en ook geen bromfietsers. Daarvoor is het verboden. Even overleggen. Beetje helpen. Ren je rot. Eén groep zet nu al de joker, dat is de gele groep. Drie, twee, ja, wel of niet de joker? Niet de joker. Ja, niet de joker. Te laat. Blauw was ook te laat voor de joker. Ja, dan moet je van tevoren even duidelijk zijn, hè? Want het zwaailicht was al aan het knipperen. Fietsers, hè, daar staat een bord, hè? B, 30. Of C, daar is geen maximumsnelheid. Ren je rot. Ik wil wel even zeggen, als je de joker gebruikt hebt... Ja, je mag hem maar één keer gebruiken, hè? En dus is het heel vroeg in het spel. Dus je kunt ook heel tactisch zijn van... Nou, misschien moet ik hem bewaren tot eind. Want dan kan ik dan misschien in één klap een hoop punten goed maken. Ja? Jullie gebruiken hem allemaal? Kijk, nu scoor je niet ten opzichte van de rest, hè? Niet extra veel punten. Goed, antwoord is... Antwoord C. Allemaal goed. Je mag hier maximaal 15 km per uur rijden. B, je bent verplicht 15 te rijden. Of C, je bent helemaal niet verplicht je aan deze advies snelheid te houden. Ren je rot. Eén C. Haasje over, die gaat naar B. En de verkeersvee die zegt C. Jullie kan nu nog wisselen. Niet meer zie ik, want het is het zwaailicht, is al in werking. Dus, gaan we kijken wat het antwoord is. Antwoord is C. Allemaal fout. Jonge, jonge, jonge. Vorig jaar waren de wereldkampioenschappen voetballen. En toen hebben we hier in de zaal de weef gedaan. En ik wil eens kijken of jullie dat ook kunnen. En dan gaan we aan deze kant beginnen. Ja, en dan gaan we weer. Jullie weer. Oh. Zo, en nou in slow motion, heel langzaam. Kijk, weer terug, die rode beginnen weer. Weer terug. Goed zo, heel goed, heel goed, heel goed. Goed zo. Misschien heeft de jury een tussenstand na 5 vragen. Ga eens kijken. Oeh, dat is heel kort bij elkaar. Oh, daar is nog niks verloren. Nog niks verloren. Maar niks. Die heeft... Ze heeft helemaal geen vieze handen. Hoe kan dat nou? Kom, kom. Aan die ketting. Hup, hup, hup. Zo. Helpen. Maar ze geeft wel hele goede aanwijzingen, denk ik, of niet? Ja, ja, tuurlijk. Oh, u bent meer van het denken. Ja, ja, ja. Dat zijn de doeners en u bent de denker. En dan ga ik eens hier bij juffrouw Tilly... De laatste dag en dan moet hij nog aan het werk hier. Ja, ja, erg hè. Erg hè. Ja, we hebben de banden al geplakt. De banden heeft u al geplakt. En u heeft ook al olie aan de handen? Beetje. Vieze handen. U bent ook van het denkwerk. Nou, ik heb meegeholpen. Oh, u hebt meegeholpen. Goed zo, goed zo. En wat moeten jullie nog doen? De banden plakken en nu nog even oppompen. Dan zijn... Hoe gaat het hier, meester René? Goed hoor, goed. Ja, ja, we zijn bij. Oh, en u heeft echt... U... Oh, nee, blijf maar van me af hoor. Ik heb zo'n mooi wit hemd aan. Nee, laat maar. Hele vieze handen heeft meester René. En jullie ook? Hebben jullie ook vieze handen? Kijk. Ja. Oh, die wordt... Wat moeten jullie nog doen? De voorrem. De voorrem alleen nog. Oei, 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 dat wordt spannend. Geel ligt een beetje voor. Het wordt spannend. We gaan kijken. Waar gaan we beginnen, Perry? De punten zonder de punten van de tagteams. Dus die komen er straks extra bij. Dus het is nog niet de uiteindelijke uitslag. Nou, Perry, laat eens horen. Blauw, 159 punten. Rood, 133 punten. En geel, 173 punten. Dat betekent dus dat geel op dit moment, zonder de punten van het tagteam,
op kop staat met 173 punten. Als tweede blauw met 159 punten. En als derde rood met 133 punten. Nou, dan gaan we kijken naar het tagteam. Die punten heb jij ook, Perry. Het rode team was als eerste klaar. Die zou dan 6 plus 3 is 9. Maar ze hadden 2 fouten. Dus ze krijgen maar 7 punten. Het gele team was als tweede. Die krijgen 2 punten plus 6 zijn 8 punten. En het blauwe team had ook geen fouten. Alleen ze waren derde. Die krijgen 1 punt plus 6 zijn ook 7 punten. Omdat het gele team gewonnen heeft, winnen zij een jaar lang het plekje op de Wall of Fame met een mooie foto die we dadelijk gaan maken hier op het podium. Daarmee zijn we helaas aan het einde gekomen van een super, super gezellige verkeersdag. Ja, oh. Op de markt in Steen, daar is altijd gaat los. Daar kent ze zelfs prijs winnen aan Niels van Kleinpries. Daar kent ze toch een shortcore laten vullen. De mannen van de LOS, die worden bij en kijk maar naar de beelden. De timing had beter gekund, geef ik toe. Het is net gaan regenen. Maar mij is gevraagd om de trekking te verrichten van de kruiwagenactie. Ik heb mij even laten informeren over wat dat precies betekent. Het betekent dat de eerste prijs mag in de kruiwagen zitten. En de tweede prijs moet met die kruiwagen, geloof ik, langs alle kramen rijden. Nee, gekheid. Degene die hem wint, gaat met de kruiwagen langs alle marktkramen. En de marktkooplieden gooien dan iets wat ze kwijt willen. En dat is meestal iets heel moois. Gooien ze in de kruiwagen. En als u dan rond bent, dan heeft u een kruiwagen vol. En dan is dat voor u. Dus ik hoop dat iedereen die een loodje heeft ingevuld, want we willen dat natuurlijk live meemaken, dat hier aanwezig is. Want ik wil dat wel eens even zien. Daar gaat hij. Oké, nou, we gaan. Zo, kijk eens aan. Wij hebben hier een winnaar. En dat is meneer of mevrouw Ruiters van de Stadhouderslaan 89. Dat ben ik. Dat bent u! Nou, mevrouw, van harte gefeliciteerd. Moment, ik zou zeggen dat is dan de eerste prijs, hè? Oké. Ik zou die zoute haring bovenop leggen straks, maar ja, ik weet niet wat je bij. Ik weet niet wat je bij de visboek krijgt. Nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En ik zou zeggen, ga uw gang. En wij wachten even op uw terugkomst en kijken wat erin zit. Ja? Ik loop mee. Du bist so schön wie halt nur Engel sind. Ob ich hier wieder so ein Mädchen find, mit dir fand ich das Herz an Herz Gefühl und weiß jetzt endlich wieder, was ich bin. Ich bin total in dich verliebt. Der Himmel weiß, woran das liegt. Sie war jeden Tag die Straßenbahn und ganz verliebt schaute ich sie an, denn seit Tagen träumte ich von ihr. Sie Gabi. Ihr Mund war so rot wie die Kirschen des Sommers. Ihr Lachen hat mir den Mut genommen, einfach nur zu ihr zu sagen, I love you. Schöne Mädchen heißen Gabi. Sie haben so viel Sonnenschein in ihren blauen Augen. Begleiten mich
bin, mein Mädchen heißt Gabi. An der Innenstation, da stieg sie aus. Ich folgte ihr noch bis nach Haus. Und vor ihrer Tür, da sprach ich sie an. Hallo Gabi. Dann hab ich sie ganz einfach geküsst, hab ihr gezeigt, was Liebe ist. Denn in dieser Nacht waren wir zwei ein Liebespaar. Die weiße Segel, die wehen im Wind. Ein kleines Boot, das uns zur Insel bringt. Bunte Flamingos. Im Meer. Mitternacht in Trinidad und wir beide träumen, bauen uns ein Himmelbett unter Mangobäumen. Mitternacht in Trinidad tanzen in den Morgen diese Stern in der Nacht hat uns verzaubert mit seiner Macht. Seit Tagen dunkle Wolken und du sehnst dich nach der Sonne, denn das geht auf das Gemüt, wenn nicht bald etwas geschieht. Ich nehm dich in die Arme und dann will ich zu dir sagen, lass uns beide einfach in den Süden fahren. Wenn Engel verreisen, bleibt der Himmel dazu. Nur wir zwei ganz alleine, nur die Sonne und du. Sind wir beide gut drauf? Denn wenn Engel verreisen, bleibt der Kummer zu Haus. Vorbei ist dann der Regen und ich seh in deinen Augen, dass du von Jamaika träumst, von Musik und Sonnenschein. Musik klang am Canale Grande, bunte Gestalten tanzten durch die Nacht. Da hab ich im Mondlicht ein Mädchen gesehen. War so geheimnisvoll und wunderschön. Tia hat sie zu mir gesagt. In Venedig ist Maskenball, komm, ich zeig dir den Karneval. Amore mio, amore mio. I don't wanna talk.
about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. Wat is het breed? Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize. Een bloemetje van deze Tita. Dankjewel, hè. Even. Dank je. Ik kom maar aan, hè. No self-confidence. Oké, dat was de bie. Dankjewel, hè. Rijs Vrucht, meneer de burgemeester. Nou. Mag u heel hartelijk bedanken. Ja. Voor de meubel. Graag, het was de paraplu van u. Nee, was niet voor mij, maar goed, bedankt voor de moeite. Ja, ja, gedaan. Dat was een mooie prijs, hè? Kom je vaak op de markt? Ik kom meerdere weken op de markt. Dus in de maand dat ze wel gekocht hebben, door dit worden de maanden in, want toch ja, niet. Het waren nu 8 weken, dus op die 8 weken zijn toch wel aardelijke buntjes erin gegaan. Hè? Maar de kerst vergoed verlopen, hè? Ja, van alles gaat, hè? Ja. Top fichat, hè? Dankjewel. En een prettige dag verder. En bloemen genoeg? Dat is, ja, bloemen sowieso genoeg, dus ik moet even morgen gaan poten. Hè? Ja. Heb ze hulp? Waar hebben ze te komen? Oh, de marktmeester is omgegaan. Ja, dat is een goede man. Houd daar meneer. Dankjewel, hè. Graag gedaan. Wie wordt het vandaag? Ja, ik vond het hartstikke leuke actie van de marktkooplieden. Het kost een beetje, maar dat hebben ze ook gehad. Ik ving de Jean Pries, hè. Dat zo'n jonge dame zo'n prijs gewonnen heeft. Ja. En iedereen tegen met zo, hè. Dus zet een behulpige prijs, hè. Ja, dat is een hartstikke leuke prijs. En de tijden zijn allemaal moeilijker, hè. Met het winkelcentrum niet meer is. Tenminste, het voormalige winkelcentrum. En iedereen beurt probeert de kop boven water te houden. En ja, de zin van die acties om de mensen naar de markt te krijgen. En het is hartstikke leuk. Is dat elk jaar?
Nee, dit doen we tot september. En dan komen we weer met een nieuwe actie. Heel leuk, bedankt. En een fijne dag nog. En dit te mogen maken met jou. Dat komt goed. Ik breng je vrouw nu netjes naar huis. En dan kom je met de lege kaart terug. Oké. Okay. Geer ook bedankt. Kijk dan, naar tweede ziens. Hoi hoi. En met deze beelden zijn we weer gekomen aan het einde van deze uitzending. Ik bedank u hartelijk voor het kijken en gerwet het, ik zeg het eigenlijk altijd. Geer, tot de volgende keer.